Mijn naam is Marvin Michel en ik ben een van de oprichters van Vondel Gym. Ja, we zijn nu bij de Vondel Gym, Vondel Gym Zuid, de derde vestiging. We liggen hier op de Zuidas, dus 1400 vierkante meter. En als ik het goed heb, of het is een heel sterk verhaal, was dit de eerste Nederlandse banklocatie van Nederland. Ik denk bijna dat het een sterk verhaal is nu ik het zo vertel. Dus we zijn eigenlijk 5 vrienden bij elkaar. Met z'n 5 hadden we een soort van droom. Ieder weer een beetje in zijn eigen discipline. En we merkten dat met die 5 disciplines dat we zoveel raakvlakken hadden. Dat als we deze droom nu helemaal samensmelten en we geven dat een paar muren en een dakje, ja, dan moet het wel goed komen. Ja, dat is dus inmiddels 4 jaar geleden. En sindsdien is het echt een rollercoaster geweest. En toen dachten we, ja, misschien moeten we nog maar een stapje doorpakken en gaan we naar het soort van financieel zakelijk stadshart van Amsterdam, naar de Zuidas. We hebben CrossFit, we hebben boksen, kickboksen op de zak. Daarnaast hebben we een movement groep, daar zit yoga, mobility, pilates bij. Daarnaast hebben we het vrij trainen, het functioneel trainen. Dus dan kunnen mensen nog met een personal trainer aan de gang of met een gewone coach. En daarnaast hebben we nog de buitenactiviteiten, running en bootcamp. Vondel Gym is ook ontstaan uit iets dat we dachten van je hoeft niet 5 verschillende abonnementen te hebben om te kunnen sporten. Je kan er ook 1 hebben en alles onder 1 dakje doen. En ik denk dat op die reden iedereen zijn weg hier vindt omdat ze gewoon willen bewegen en willen verdiepen in sport. Mensen sporten hier gemiddeld, de laatste keer wat ik heb gezien was 3,3 keer per week. En dat is echt heel veel. Landelijk ligt het op 1,2. We hadden zeg maar die droom en dat moest dus op een professionele manier tentoon worden gesteld. Nou, toen gingen we kijken naar welke partijen willen we samenwerken, welke materialen hebben we nodig. Matrix begreep dat wij iets op wilden gaan zetten. En zij waren de eerste partij die durfde verder te denken in concept. En dan niet alleen qua apparatuur, maar ook hoe ga je je gym uitbreiden. Niet alleen kijken naar, nou, we gooien de apparaten in en klaar, maar hoe kan je verder borduren op je concept. En dat in samenhang met ook andere partijen. En toen dachten wij, yes! Eentje die verder durft te denken. En daar is het eigenlijk het balletje gaan rollen. Als je vast staat aan je passie en vertrouwt in het proces, dan komt het wel goed.